Hoi collega, ik ben Marit en in deze video ga ik je laten zien hoe je een live event kunt hosten in Stream. In de vorige video heb ik je laten zien hoe je een live event kunt aanmaken. En dat doe je door middel van de Teams agenda. Nu beginnen we daar weer, want we gaan namelijk in de agenda het agendaverzoek openen en dan kiezen we vervolgens voor deelnemen. Nu zitten we dus in het live event. We zijn nog niet live, dat geeft hij hierboven ook aan. En hier ook. En dat komt omdat je eerst nog een paar dingen moet doen voordat je live kunt gaan. Zo moet je de wachtrij vullen. Dus je ziet nu dat ik op twee schermen sta. Ik sta hieronder aangegeven. En wanneer je hierop klikt, dan kom je automatisch in de wachtrij terecht. En de wachtrij wil dus zeggen dat dat het beeld is wat de deelnemers straks te zien krijgen. Als je een wachtrij wil opbouwen, dan kan je wisselen van scherm. En nu kan ik bijvoorbeeld ook een presentatie in mijn wachtrij zetten. En nu zie je dus dat ik hier klein sta en ik heb vervolgens ook een presentatie. Dit linkerscherm is alleen voor jou in beeld. En de deelnemers die zien straks wat er in dit rechterscherm te zien is. En zo kan je dus wisselen tussen schermen. Nog wel even belangrijk om op te merken dat er meer functionaliteiten openstaan in de applicatie van Teams. Zo kan het delen van schermen wel in de applicatie, maar niet in de browser. Wanneer je documenten wilt openen of bijvoorbeeld een presentatie in PowerPoint wilt delen, dan doe je dat door hier rechts onderin te kiezen voor delen. Ik had hem nu al openstaan, maar wanneer ik er nu weer op klik, kan ik hem weer opnieuw selecteren. Dan gaat hij eerst naar de presentatie toe en wanneer ik nu weer terug ga naar mijn live event, dan valt hij onder het kopje inhoud. En kan ik hem selecteren en dan zie je dat hij wordt toegevoegd aan de wachtrij. Rechtsbovenin zie je nog verschillende functionaliteiten. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om notulen te maken. En is er ook een vergaderchat aan toegevoegd. Dat doet Teams automatisch. Maar ik moet wel zeggen dat de chat pas beschikbaar is voor deelnemers wanneer het live event al is afgelopen. Wanneer je wilt dat studenten vragen stellen tijdens het live event, dan zal je dat moeten aangeven wanneer het live event aanmaakt. Dat ga ik je nog even laten zien. Dit doe je door terug te gaan naar de agenda. Klik je op de gebeurtenis. Kies je voor bewerken. Kies je vervolgens voor instellingen. En dan zie je hier beneden dat vragen en antwoorden niet is aangevinkt. Wanneer ik dat nu wel zou aanvinken, dan hebben de studenten de mogelijkheid om vragen te stellen en antwoorden te geven. Aan de rechterkant heb je ook nog de mogelijkheid om mensen toe te voegen en om eventueel te wisselen naar een externe microfoon of camera en daar de instellingen van te bepalen. Nou, dan is het nu tijd om live te gaan en dat doe je door hieronder te klikken op live verzenden. Je ziet dan dat aan de rechterkant het beeldscherm ook opstart en dat is dus hetgene wat de studenten te zien krijgen. En wanneer ik nu op starten klik en dan nog een keertje op doorgaan, dan ben ik echt live. En dat geeft hij aan doordat er bovenin ook live staat. En nu kunnen studenten dus deelnemen aan jouw les. Er zijn een paar verschillen tussen op deze manier lesgeven en wanneer je in Microsoft Teams een vergadering aanmaakt. Eén daarvan is dat je dus alvast in de wachtrij verschillende dingen kunt klaarzetten. Maar ook dat studenten elkaar niet kunnen muten of dempen. En dat je dus als docent andere rechten hebt. Ik hoop dat deze video leerzaam was. En laat vooral in de comments even weten hoe dat jullie ervaring is met Microsoft Stream. Tot de volgende video!